Welkom bij Dit Was Het Nieuws. En volgens Amerikaans onderzoek vallen mannen niet op vrouwen met extra lange benen. Onderzoekers uit Papua Nieuw-Guinea betwijfelen dat. De gasten van vanavond, naast Raoul, een historicus die gespecialiseerd is in de geschiedenis en de politiek van de Verenigde Staten. En hij is een groot liefhebber van de Donald Duck. Dat is natuurlijk ook bijna hetzelfde. Maarten van Rossum. Het wordt nou als maar gezegd, maar ik ben tegenwoordig, en ik was vroeger een groot liefhebber van de Donald Duck. Van de verhalen, van de verhalen van Karl Barks. Maar van de verhalen die niet van Karl Barks zijn, ben ik helemaal geen grote liefhebber. Dus waarvan achter? Ik lees dat blad al, ik schat toch al een jaar of 40 niet meer. Daarom. Maar ja, je wordt voortdurend achtervolgd met dingen die niets met de werkelijkheid van doen. Maar ik onderbreek je, ik doe nog even een gast. En dan beginnen we met de eerste ronde. Ik begrijp dat we alle tijd hebben omdat 2/3 weggeknipt wordt. Dat, ja. Sterker nog. Ja. Ja. Dit zeker. Dus, Nou, je moet wel die 2/3 moet je wel hebben. Ja. Anders heb je niks te winnen. Anders heb je niks te winnen. Is waar. Maar dan wil ik ook wel even iets zeggen, hoor. Nee, je bent er De mensen weten niet wie je bent. Ja, kan mij dat schelen. Nou, niet voor en wat ik zeg. Nou, Jean-Jaap. Nee, hij wil wat zeggen. Wat wil je zeggen? Nou, ik vind het echt niet kunnen. Zo'n grap van die Marokkaanse porno. Dat is toch... Het is misschien best leuk, maar het is ook heel lullig. Dat kan toch niet? Dat kan je toch niet doen? Niet? Je moet je verantwoordelijkheid nemen. Gewoon iedereen en een goed voorbeeld geven. En iedereen gewoon serieus nemen. Iedereen heeft goede grappen. Dus nou, niks aan. Dat weet ik niet. Ja, ik vind Haal toch, het even ik vast, vind het echt gaan we zo kunnen. Door. Ik word er gewoon pissig van. Het is wel leuk dat voordat het begint... Ja. Dat er een gast weg is die nog niet aangekondigd is. Dat zou wel leuk zijn. Ik zou dat een goed idee vinden. En naast Jean-Jaap misschien wel Nederlands meest controversiële filmmaker. Hij ging naakt de straat op om de reacties te filmen. En hij maakte toneel met masturberende junks en alcoholisten. Ik verheug me op de komende 40 minuten. Cyrus Fish. Leuk dat je er bent. Ik ga niet mee. Nou, dank voor deze staande ovatie. Maar die dingen die hier worden genoemd, dat is toch echt... Ik geloof dat het meest recente van die dingen 15 jaar geleden is gebeurd. Ik heb een hele oude pc. Ja, goed geïnformeerd. Hoe sterk is de eenzame fietser in de eerste ronde? Beelden uit het nieuws van de afgelopen week met de vraag... waar gaat het over voor Raoul en Maarten? Ja. Nou ja, die beelden... Kijk, ik heb altijd het gevoel dat Al Gore steeds dikker wordt. Ja. Zodat als het water dan heel hoog komt te staan, dat hij dan blijft drijven. Zonder bootje. Dat is de truc. Toch is het gekke dat je ziet voortdurend dit nieuws, verontrustend nieuws. Maar heb je ooit gehoord van mensen die al een bootje hebben gekocht? En die op zolder een opblaasbaar bootje hebben liggen? Ja, ik wel. Ik heb er veel van gehoord. Mensen die serieus alleen nog maar hogere verdiepingen kopen. En heel begrijpelijk natuurlijk. Het doet een beetje denken aan dat bericht in de NRC... wat ik mij van enige tijd geleden herinner. En daar stond bij, Groenland smelt snel, zeespiegel stijgt 7 meter. Je denkt, 7 meter? Dat is zaak dat we nu onmiddellijk passende maatregelen treffen... en verhuizen naar het Sauerland. Want dat is niet te verwerken eigenlijk. En dan sla je verder naar het wetenschapskatern waar het op aansloot. En daar stond bij dat het, als het in dit tempo doorsmolt... dan zou het 700 jaar duren voordat het allemaal gesmolten was. En dan was de zeespiegel 7 meter gestegen. Waardoor je toch een minder gevoel van urgentie krijgt. Maar dat is toch... Dat begrijp ik wel urgentie? Ja, nee, dat is net als mensen die roken. Ze weten dat als je daar nou maar lang genoeg en intensief mee doorgaat... dat je een afschuwelijke, gruwelijke dood sterft. En maar toch sneller. Dus pas als er op het pakje zou zeggen... als u doorrookt, sterft u volgende week maandagmiddag om 3:50. Dan zouden ze... Ik ga je even onderbreken, want jullie doen verontrustend... babbelig over zo'n groot onderwerp. Raoul probeert het een beetje aan te zwengelen. Er is een grote klimaattop aan de hand, want de wereld vergaat. En dan wat vind je dan van als historicus? Die vergaat in 2055, zijn we weg als we zo doorgaan. Nou, eerst zou die vergaan in 2012. Dat is nog veel aandacht aan besteed. Dus ik denk nog, dan ga ik er toch vrij jong heen. Maar alleen... Je bent toch al dik in de 60? Ja, maar dat vond ik toch relatief jong gezien de actuarische leeftijdsverwachting. Nee, maar laten we niet van het onderwerp afgaan. En toen het wordt gewoon warmer op aarde, dat staat vast. En wat er precies gaat gebeuren en wanneer dat gebeurt, weten ze niet. Maar dat het misgaat, dat weten we gewoon zeker. Ja, en dan komen ze bij elkaar. Wat is misgaan?
Wis gaan is dat je deur open doet en dat er geen deur is. Maar dat er een haai voor je deur staat. Dat is... staat nog ja, wel. Die kunnen dan staan. Ze hebben dan weer gelopen en zo. Ja. En, ze dat zijn is... waarschijnlijk ook uit een Volkswagen Golf gestapt. Ja. Zo'n, die kun je ook haaikleurig krijgen. De realiteit is dat we in feite pas sinds een jaar of 15 erachter zijn... dat er sprake is van een vrij spectaculaire temperatuurstijging wereldwijd. Mm-hmm. Dat geleidelijk aan het overgrote deel van de wereldbevolking... voor zover ze tot 10 kunnen tellen, wel overtuigd is van dat feit. Ik geef toe, er zijn politieke partijen waar ze ook niet tot 10 kunnen tellen. En zodoende zijn ze er daar nog niet achter. En nu al wordt er internationaal worden omvangrijke initiatieven genomen... Wat overigens het interessante van het hele probleem is... dit is nou een probleem wat de hele aardkloot bedreigt. Ja. En dat dwingt dus in feite al die verschillende naties... al die verschillende groepen en personen... tot samenwerking op mondiaal niveau. We gaan nou eens even naar de klimaat in Kopenhagen. Gaat er dan wat opleveren? Ja. Wat denken jullie? Het gaat iets opleveren, anders zou Obama niet gaan. Mag ik erop wijzen dat de vorige Amerikaanse president... voor een groot deel van zijn regeringsperiode... simpelweg ontkende dat er sprake was van opwarming... en Amerika had er al helemaal niks mee te maken. Nu en hebben nu we een president Obama. Die dat erkent... die film van Al Gore ook heeft gezien... die bereid is daaraan mee te werken. Ja, zal die daarbij Amerikaanse belangen ernstig schaden? Nee, natuurlijk niet, want je kunt niet anders verwachten. Dat hij er is, is al een zegen die ons bijvoorbeeld 5 minuten stil zou moeten maken. Dankjewel, Maarten. Ik ga even het rijtje bedanken. Wat ga jij doen om je eigen 10% uitstoot te verminderen? Nou, ik wil heel graag Bush zwart sminken en hem dan Obama nalaten spelen. En die dan laten vertellen waarom hij het beter doet dan Bush het heeft gedaan. Maar dat heeft misschien weinig met dit onderwerp te maken. Ja, ja. Nee, toch leuk. Ja, maar dat mag. Ja. Je mag toch gewoon... Ja, je kunt dat ook omdraaien natuurlijk. Hè. Je kunt ook Obama wit schminken. Hè. Ja, vroeger Al Jolson die... Hè, dat was ook... Ja, bedoel je ook dan bijvoorbeeld een kalkoen? Kun je heel veel whisky geven? Heb je ooit Sarah Palin met die kalkoenen gezien? Ja. Dat moeten jullie uitzenden. Ja. Maar daar hebben we ook geen geld meer voor. Een gruwelijk stukje. Ja, dat op de achtergrond kalkoenen werden gehad. Ja. Het is wel leuk. Je geeft jouw woord en je hebt meteen een verhaal. Onder enorme bloedspatters. Peniskoker. Heeft mij altijd zo oncomfortabel geleken. Als je er ook een broek bij moet broodje dragen. Broodje bapau. Ik ben zo... Er wordt altijd veel te veel op die broodjes gedaan. Nee, dat zit erin. Dat is zo leuk. Broodje bapau is heel veel deeg en dan moet je het gehakt zoeken. Wij zouden een goed duo zijn, denk ik. Wat jij niet weet, daar weet ik weer iets van. En moet je het broodje dan eerst openmaken? Nee, je moet zoeken. Je moet zo hap. En soms eet je dus uren deeg. Nou. Soms, dat doen ze ook in de fabriek. Dan zeggen ze, we doen er vandaag geen gehakt in. Dan ben je toch wel... Maar soms heb je mazzel en heb je gewoon gehakt. Dan ben je toch wel een halve zool als je zo'n broodje koopt. Cyrus, ben je blij dat je gekomen bent? Nou... Het zit mij nog steeds niet lekker van die grap in het begin. Van die geiten. Wat vind jij daarvan, Maarten? Nou ja. Heb je er echt bezwaren tegen? Het is toch gewoon een vooroordeel waar je dan mee kan spelen? Ja, ik vind het ook gewoon zo lullig voor die geiten. Maar dat weet je niet. Nou, wat wil je nou liever als geit? Nee, ik heb er echt bezwaren tegen. Ik vind dat het dan... dat is toch echt gewoon... Nee, het is maar goed dat ze niet weten wat ze te wachten staat. Hè? Wat doe je, hoor? Ja. Ja, nee, maar die weten dat wel. Straks kijken die geiten ook. Ik was zo blij dat ik werd uitgenodigd in de uitzending samen met Maarten. Omdat ik hem beschouw als een van de meest intelligente mannen... waarvan het ook volstrekt helder is dat je dan zelf niet meer hoeft na te denken. Precies. Zo, ik geef het op. Maandag begint de klimaattop in Kopenhagen. Oh ja, daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Meer dan 15.000 onderhandelaars, politici, journalisten en activisten uit meer dan 190 landen... hopen het eens te worden over een nieuw klimaatverdrag. De opvolger van het verdrag van Kyoto, dat in 2012 afloopt. Voor een nieuw akkoord op tafel ligt, wordt er 2 weken lang gepraat. Er wordt onder andere gesproken over de ontbossing en de hoeveelheid broeikasgassen.
Klimaat heeft zoveel invloed op het menselijk lichaam. In Denemarken beviel deze week een vrouw van een CO2-ling. Nee, nog maar wat wijn. Dat, ja, zeg, dat moet je daar misschien om lachen. Heb je wel een slokje voor nodig? Voor jou, Jaap en Siris, een filmpje. Siris, dit is onze kans. Dat is Marcus, die geniet landelijke bekendheid vanwege de harde aanpak van Marokkaanse reljongen. Oh ja. Maar die is dus afgeserveerd. Maar het, is, het ging tussen Ahmed en Ahmed. Dat scheelt één letter. En het is een gematigdere man geworden, geloof ik. Ja. En dat heet democratie. Ik heb niet zoveel met stadsdeel. Wat is het ook alweer? Ja, maar dat nee, het is Nieuw-West. Stadsdeel ja, Nieuw-West. Waarom gaan wij ineens... Dit is gewoon een stadsdeel. Wat sowieso een raar ding is dat er stadsdelen zijn. Wij gaan niet nu toch ze niet... Ze worden ook gedeeltelijk samen. Maar dit is een heel goed ding. Kijk, we hebben het net gehad over een wereldproblematiek. Wat je met alle wereldleiders gaat proberen op te lossen. Nou, dan kunnen wij als gewone, normale burgers... die enigszins grappig zijn normaal gesproken... kunnen wij daar natuurlijk heel weinig mee. Dus daarom pakken we nu een onderwerp waar we in het klein... een stadsdeel van een stad in Nederland. En misschien is dat wel de manier waarop we tot de oplossing komen. Namelijk vrede op aarde en iedereen die het naar zijn zin heeft. Ja, dat vind ik ook. Nee, nou zijn wij. Jullie zijn stil nou, hè. Wij gaan nu een uur over stadsdeel nieuw. Ja, dat is toch verschrikkelijk? Wat dit interesseert toch niemand wat? Kijk, wat vind jij de leukste? Ik mag van mevrouw niet meer schreeuwen, maar ik ga het toch doen. Kijk, zij waarom alleen maar hebben we het over maken. Stad? Wie in zij Nederland... Kijk, nee, we maken alleen maar grappen. Maar het, stadsdelen... Maar luister nou even. We kijken naar dit programma miljoen mensen. Wie interesseert nou een stadsdeel? Maar jullie hebben net een uur lang... Kijk, dit is een heel belangrijk onderwerp. Want op die manier... Op die manier kun je een conflict echt oplossen. Nee, nou, in het klein. Hier is maar één reden waarom dit nieuws is. Omdat het deze keer toevallig dat twee Marokkaanse Nederlanders zijn. Ja, maar van de een door een hele landelijke PvdA-top gesteund werd... en het niet werd. En een ander eigenlijk uit het niets ineens op één kwam. Moeten we toch iets algemener trekken. Laten we Amsterdam een wereldstad noemen. Ja. Amsterdam is een stad die qua omvang nog redelijk niemand bestuurbaar is. Niemand interesseert zich voor Amsterdam en zijn stadsdelen. Jawel, tuurlijk wel. Want alle mensen... Deze mensen zijn meestal afkomstig uit Amsterdam. Komen. Nee, deze mensen komen uit Emmeloord. Wie komt er niet uit Amsterdam? Moet je kijken. Ja. Jongen. Zie je, dit is... Toch zo'n 95% of dit zijn dus ook de kijkers zit hier... Gaat, dat nee, u zo ver gaat. Bent komen reizen voor zulk slap gelul. Ja, geen nagaan. Ahmed Marcouch is niet de lijsttrekker geworden van de PvdA... voor het nieuwe Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Hij had de steun van de landelijke top... maar na 3 stemrondes werd gekozen voor Ahmed Adoet. Die was vooral favoriet bij de leden en wordt als meer diplomatiek gezien. Nieuw-West is overigens een fusie tussen de stadsdelen Slotervaart, Geuzeveld, Slotermeer en Osdorp. Kijk aan. Ahmed won pas in de derde ronde. Het stemmen verliep zo chaotisch dat ze na de tweede ronde... allebei genomineerd bleken te zijn voor de nieuwe Mary Poppins. Ja, dat is erg, hè. Grote god, dat is erg. We mogen door hem niet heen praten. Oh, sorry. Wij mogen dat is heel moeilijk, sorry. Maar probeer het. Nou ja, dat jullie begonnen over die Mary Poppins. Ja, dan even je kop. Dan doe ik nog een gast. God, alle machtig nog aan toe, zeg. Die hele AVRO zou verboden moeten worden. Alleen vanwege die poppen. We zitten nu bij de trots, hoor. Je hebt... Ja, die moet ook verboden worden. Je hebt bejaarden die zijn incontinent en dan hangt er hier zo'n zakje. Bij jou zouden ze hier zo'n zakje hebben. Stel je voor dat ik hier de hele tijd zou zitten zwijgen. Ja, hoor. Ik zou het nu opvatten als een verademing, maar dat geeft niet. Dus... Klinkt niet als een dreigement voor mij. Ja. Ahmed Marcouch. Je wordt uitgenodigd om te... En dan doe je het niet goed. We waren bij Mary Poppins. Ja. Ja. God, met die vreselijke dames. Ik vind het hartstikke goed. Het maakt toch gewoon niet uit? We worden er toch uitgeflikkerd. We kunnen alles doen. We hebben nog lekker wijn. We kunnen nog alles doen. Die van die trap afstormen. Ja, verschrikkelijk. Eerst hadden ze een hele groep van halve zolen die van die trap afstormen. En nou die dames zeggen. Waar is Al-Qaeda? Met je ballen zullen we daar bingo doen. Ridicule jurken. Ja, voor beide nog een filmpje. Maar ook voor jou. Oh. Space Shuttles. Ja, dit gaat over Richard Branson, wat toch wel een fascinerende man is. En die heeft dit ding bedacht, waardoor je dus gewoon voor heel veel geld de ruimte in kan. Dat wil zeggen, ze vliegen... Voor 2 ton. Ja, als je 2 ton neerlegt, dan mag je eventjes heel kort de ruimte in. Je mag 5 minuten
ben je dan buiten de dampkring. Nou, het is fantastisch. Weet je dat als baby nam de moeder van Branson hem schijnbaar in haar armen. En ze zei, deze jongen wordt de president van Engeland. En vervolgens heeft ze de uiterste best gedaan om hem op hele jonge leeftijd heel snel zelfstandig te krijgen. Door hem bijvoorbeeld, ja, toen hij nog maar 5 was, zetten ze hem een paar blokken van huis verwijderd al uit de auto. En dan moest dat jongetje maar de weg terug zien te vinden. Aha. En dan ging ze naar huis. Dat en dan werd ze op een gegeven moment ongerust. Mm-hmm. Na een uur en na anderhalf uur werd er dan eens aangebeld door een buurman. Die zei, we hebben een kind gevonden, is dat jouw kind? Maar dat deed ze heel bewust om hem te krijgen waar hij nu... Waar nou, het is een droom die hij waar maakt voor mensen. Alleen dan vind ik die 5 minuten, hè, als je er dan toch bent, buiten zo'n dankring, ja, wie is daar nou ooit geweest? Dat je dan zegt, nou, ze nog even een minuutje blijven, toch? Nou, het was ook 6 minuten. Het kan mij allemaal helemaal niet eens schelen wat hij nou daadwerkelijk nou, als je doet twee met die ruimte betaalt. Schepen. Ja, maar wat ik zo fantastisch aan die Branson vind, is dat het iemand is die zich nergens door laat tegenhouden, zelfs niet door een dampkring. Als Al Gore hem belt en zegt van, Branson, jij moet de wereld redden. Zegt hij, oké, hoe kan ik dat doen? Ja, nee, zegt dat hij, is... jij moet een miljoen betalen aan degene die met de oplossing komt voor CO2-probleem. Maar dit is wel een hele wonderlijke paradox. Want we nu weer terug zijn op die opwarming van de aarde. En dat we hier te maken hebben met een op zichzelf misschien sympathieke figuur die zijn eigen moeder heeft weten te overleven. Wat al een wonder is, als ik het goed heb beluisterd allemaal. Nu hebben wij Branson, ja. Die notabene dus op zichzelf totaal overbodige reisjes naar de top van de dampkring aanbiedt. Hè? Die dampkring volpompt met de uitlaatgassen van dat wonderlijke machientje wat we daarnet hebben gezien. Ik zou zeggen, als je nou ergens moet beginnen, ja. Verbied dit dan. Wat wil jij zeggen, Jan? Als ze nou allemaal zo eindigen straks, dan is het mij Ik goed. Weet al heel lang, zit ik nog wel in dit programma, überhaupt? Doe ik nog mee? Ja, je doet het wat mij betreft wel. Maar dan niet, we waren net opnieuw begonnen. Het ging juist heel goed. En nu beginnen jullie weer een beetje zielig te zijn. Wij hebben ook die kwaliteiten, Sirius. Ja, dat weet ik zeker. Ja, weet wij ik hebben zeker. Een redelijk succesvol programma tot een ongelooflijk slap lulprogramma weten te krijgen. In ja, maar... 1 aflevering. Nou, dat vind ik ook knap. De mensen die zitten te kijken, die zitten al een kwartier buiten de dampkring. Echt waar, hoor. Die denken, jezus, hier hoef ik geen 2 ton voor te betalen. Ik weet nu al niet meer of ik wel of niet zweef. Ik voel de aarde al niet meer onder mijn voeten. Maar ik vind het wel interessant om te weten. Ik heb echt een beetje medelijden. Volgens mij is dit zo'n gaaf programma en jullie stoppen er echt bijna mee. Hoe voelt dat nou voor jou en voor jou en voor jou? De man, dat, of komt er volgende week vast dat jullie daar emotioneel over worden? Nou, ik wil daar wel even wat over zeggen. Want dat is wel goed dat jij dat voelt. Want kijk, wij zijn eruit gegooid, we weten niet waarom. Maar, en ik heb nog 1 programma, mag ik voor de VPRO doen, 3 afleveringen. Maar daarna, ik ben gewoon echt werkeloos. Ik heb gewoon voor volgend jaar, heb ik gewoon niks. Ik heb 1 optreden. Dus ik heb afgelopen woensdag, heb ik naar de sociale dienst gebeld. Heb je tegenwoordig deeltijd WW voor? En toen heb ik opgebeld. Ja, dat wilde ik dus allemaal weten. Dus ik heb opgebeld. Ik zeg, hallo met Raoul Heertje. Nou, die vrouw wist gelukkig totaal niet was. Ik zei, ik heb een vraag. Ik ben binnenkort werkeloos. Ik zit nu in een tv-programma. En ik weet niet hoe dat verder werkt. En zei ze, wat doet u dan? Ik zeg, nou, ik zit achter een desk. En wat ik bijvoorbeeld heel goed kan, is dat als er 4 foto's zijn... Dan het viel mij ook kan al ik op. Zien welke van de 3 horen bij elkaar en 1 niet. Ja. Is er dan een bepaald traject dat ik in kan? Waar dat misschien niet zo'n desk, maar wel met wijn en foto's. En toen zei die vrouw, het is een hele rare vraag, maar u moet volgende week moet u mij bellen. En dan gaat u door naar de afdeling zelfstandigen. Maar toen zei ze ook, dan moet u waarschijnlijk een afspraak maken en dan moet u dingen meenemen wat u dan precies doet. En toen zei ik, moet dan ook een referentie, een getuigschrift. Dat zei ze echt. En toen zei ze, ja, dat is wel handig. En toen zei ik, ja, maar de trots, waarom, weten we niet, maar dat ze mijn soort grappen niet leuk vinden, dat is wel duidelijk. Dus ik heb een getuigschrift gemaakt. En nu jij dat zegt, ik dacht, ik... Maar zou jij dit voor mij willen tekenen? Ja. Staan er hele erge dingen in? Of, Nee, het is niet. Het is, ik heb geen leesbril op, dus ik heb niet bij me. Lees even hardop voor. Middels dit getuigschrift verklaar ik Harm Edens, operationeel manager Tros Spelletjes en Auto-Q Lasers.
Dat is die autocue, dames en heren. Zover is het goed, ga door. Dat de heer R. Heertje de afgelopen 13 jaar bij ons bedrijf werkzaam is geweest. Gedurende deze periode is de heer Heertje naar onze volle tevredenheid werkzaam geweest als oplosser van allerlei vraagstukken. Zoals, maar niet uitsluitend, het analyseren van krantenkoppen waarvan de tekst was weggevallen. We hebben hem leren kennen als een klantvriendelijk, serieus en loyaal medewerker die zijn werk altijd met grote inzet en professionaliteit heeft verricht. Hij heeft ons bedrijf verrijkt met woorden als enorme penis, Arie Ribbons en Showbiz City. Het dienstverband met de heer Heertje wordt beëindigd, aangezien ons moederbedrijf De Tros zich exclusief gaat toeleggen op klanten met één lettergrepige woordenschat. Die ruiken naar vis. We danken de heer Heertje voor zijn inzet en wensen hem veel geluk en succes. Met vriendelijke groet, Harm. Ja, nee, graag, ja. Maar dit is wel serieus, hè? Maar als misschien mensen zitten te kijken die denken, wij hebben een receptie beneden in ons kantoor en dan kunnen we een desk zetten, dan kan ik gaan zitten. En dan neem ik gewoon de telefoon op en dan drink ik wijn. En ondertussen zoek ik foto's bij elkaar. Heel mooi. Oh, dat is goed. Ja, als ik dit als ik jou ook heb. Ja, dat helpt. Oh, dit helpt zeker. Ja. Ik heb trouwens al een nieuwe baan. Oh? Ja, ik ga bij de McDrive werken. Ik ga in dat kastje zitten en als mensen dan zeggen cheeseburger, zeg ik cheeseburger. Nee. Cheeseburger. Ja, cheeseburger. Wat was en dan zeggen ze, nou ja, rot dan maar op om de werkdruk een beetje te verlichten. Ja. Weet jij, trouwens, al krijgen we al cadeaus. Want ik denk dat het trots is. We hebben gewoon 13 jaar in dit bedrijf. Dus ik hoop zelf op een paling met inscriptie. Dat zou mooi zijn. Ik denk dat we een gouden klokje krijgen wat al 30 jaar stilstaat. Beter kun je de trots toch niet samenvatten, lijkt mij. Ja. Hebben jullie wel eens het idee gehad dat de grappen worden uitgesneden? Of dat dingen echt gewoon te ver gaan dat ze daarom niet mochten? Of? Nou, ik zeg niks meer over dingen die uitgesneden zijn, want daar krijg ik nog 8 jaar last van. Ja. Maar ik krijg nu wel een klein beetje het gevoel dat dit al de laatste aflevering wordt. Dus daar hou ik wel rekening mee. Helemaal. Nee, dit is juist vrijheid. De Tros heeft ons wat dat betreft nooit een strobreed in de weg gelegd. Ze zijn al 30 jaar niet kritisch, dus waarom zouden ze dat op ons programma opeens wel zijn. Maar goed, ze hebben als het goed is nu een nieuw hoofdkantoor in Volendam. En daar gaan ze iedere dag uitzendingen vanuit proberen te maken. In Californië is het eerste ruimteschip voor toeristen onthuld, de Spaceship Two. De Britse miljardair Richard Branson heeft 300 miljoen euro in het project gestoken. Het ruimtevliegtuig wordt eerst door andere vliegtuigen op goede hoogte gebracht en daarna pas afgeschoten. Een vlucht kost $200.000 en daarvoor ben je 5 minuten buiten de dampkring. In 2011 hoopt Branson de eerste mensen de ruimte in te schieten. Hadden we het daar net hier ook al niet over. Ja. En dit is dan zeg maar de officiële bevestiging dat het klopt. Oh, dat is het. Dat de mensen het niet begrepen hebben. En dat jij dan nog even zegt wat dat jij in volle vertwijfeling naar huis gaat. Dus, die Richard Branson is echt niet zo bijzonder, hoor. Dan kunnen we hier in Nederland ook. Neem Roel Pieper, die heeft hele bedrijven naar de maan geholpen. We kijken even naar de stand. Jaarlijks vallen er wereldwijd minstens 5 miljoen doden door het roken. En hier is het 4-4. Als je met een gestolen gsm 650 sms'jes stuurt om op jezelf te stemmen bij de Belgische Miss Balen-verkiezing en je wordt toch nog vijfde, ben je dan heel lelijk of heel dom? Maar dit even tussendoor, net als de tussenronde. Beide teams krijgen een foto te zien en er moet een onderschrift bij. Aan het eind van het programma vertellen ze ons wat ze hebben bedacht. Voor Jan-Jaap en Siris. Heel mooi. Dat is hard trekken. En voor Raoul en Maarten. Als een student met hoogtevrees die tijdens de opnames van een gangsterfilm urenlang het dak niet meer afdurft, bibberen we de tweede ronde in opvallende koppen uit de krant met de vraag: welk bericht stond hieronder? Ja, mooi, klasse Rinke. Daar moeten we iets mee. Nou, volgens mij is waar jullie die teksten vandaan hebben, weet ik niet. Maar ik neem aan dat bij de transfer dat daar zulke grote fouten in geslopen zijn dat zelfs met enige intelligentie hier niets van te maken valt. Krijgt u vaak liefdesbrieven, zat ik te denken. Ik denk dat er heel veel vrouwen zijn die ongelooflijk verliefd op u zijn. Nee, ik moet zeggen, misschien dat ze mijn adres onvoldoende kennen. Dat is natuurlijk mogelijk. Of dat ze mijn e-mailadres niet weten, wat ik niet ga geven. Wanneer bent u voor het laatst verliefd geweest?
grote god, dat is... Oh, dat is een mooie vraag. Lang geleden. Ja, echt? Ja, ten eerste vind ik het veel te persoonlijk om serieus op te antwoorden. Dus het volgende antwoord is niet juist. Ah, dat vind ik jammer. Nee, dat is ook mooi. Je kunt toch ook gewoon één keer wat... Of vindt u op tv moet je... Oh, ga ik ineens u zeggen. Dat je op tv nooit zoiets persoonlijk moet zeggen gewoon. Nou, ik zou daar zeer terughoudend mee zijn. Maar goed, ik was voor het laatst verliefd toen ik 14 was. Echt? Nee, dat is dus niet waar. Dat andere. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel vrouwen... Ik schrok er zo van. U heeft een geweldige stem, u heeft een geweldige uitstraling, u heeft een geweldige kennis. Er zijn volgens mij enorm veel vrouwen die echt... Ja, maar dan maak je toch een ingrijpende denkfout dat vrouwen in kennis geïnteresseerd zijn. Nee. We zaten bij mooi klasse, Rienke. Het ging over jagen. Want veel jagers boeken nu een vakantie in Oost-Europa... omdat de jachtregels in Nederland steeds strenger worden. Zo ook Rienke de Vries... Klasserinken. Hij jaagt bij het bedrijfje Pro Hunting in Tsjechië, waar je voor €17 op een fazant mag schieten en voor €750 op een hert. De eigenaar is dol op Nederlanders, omdat die zich aan de regels houden. Hij zegt, Polen zijn lomp en de Italianen zijn helemaal verschrikkelijk. Die schieten op alles wat beweegt. De Tsjechische eigenaar van het schietbedrijf is dol op Nederlanders. Binnenkort organiseert hij een spectaculair strandfeest in Hoek van Holland. We kijken even naar de punten. De politie van het Brabantse Schaik heeft een 23-jarige man voor de 13e keer opgepakt zonder rijbewijs. Maar er kan nog van alles veranderen. Net als bij de punten. Het is 5-5. Nee, ik zit er niet op, eigenlijk. Gelijk, toch? Derde ronde, 4 foto's op een rij. 1 hoort daar niet bij. Oftewel, wie is de blije geit tussen de zwangere soortgenoten? Voor beide, 4 voorbeelden van beschaving en traditie. Trouw in de Volkskrant. Prinses Amalia. Tiger Woods en Groningse huisjesmelkers. Nou, die Tiger Woods is goed. Kijk, je kan zeg maar een beetje stront over je heen krijgen. Je kan een heleboel stront over je heen krijgen. En het kan zo zijn dat alle riolen van de hele wereld op één slang zijn aangesloten. En dat die dan de hele dag in je bek uitkomt. En dat is eigenlijk wat er met Tiger is gewoon gegaan. Dat mag niet, maar... Er wordt nu net gedaan alsof hij een soort moordenaar is. Het is een simpeler probleem. Hij heeft 1 miljard verdiend door allerlei door en door onbetrouwbare artikelen als betrouwbaar aan te bieden. En daarbij de suggestie gewekt dat hij zelf een ongelooflijk oppassende, lieve, aardige, verantwoordelijke, sociaal denkende, warmvoelende huisvader was. En wat blijkt de feiten dat hij zo'n beetje met elke dienster die hem een glaasje witte wijn heeft aangeboden... daar is hij mee in het bed gedoken. Dus daar is de link met Amalia. Nou... Nou, maar je kunt je afvragen... Eentje hoort er niet bij. Nee, je kunt je afvragen, denk ik, in hoeverre het niet de taak is van iemand die zo succesvol is... om zich toch om zijn genen zo goed mogelijk door te geven. Dus evolutionair gezien, ik zeg maar... Ik had niet de indruk is dat ze toch heel goed bezig geweest. Mijn indruk was niet dat die vrijages de bedoeling hadden om de genen door te geven. Nee, ik denk niet dat zijn openingszin was. Nee, maar goed, er zijn nu echt... Bij Amalia ligt dat anders. Daar gaat het puur en alleen om het doorgeven van de genen. Want alleen als je die genen hebt, dan mag je dus... Dat is ook gek dat je dus nu al weet dat dit kleutertje... Ze kijkt trouwens altijd enorm boos, maar hier iets minder. Misschien begint ze iets meer vrede met het leven te krijgen. Dat zou kunnen. Maar het is een gek idee dat je nu al weet dat dit kleutertje... onze voorkomende vorstin is, wanneer de vorst die het nog niet is, dement geworden is. Een van de meest emotionele tv-momenten van de afgelopen jaren... vond ik dat Amalia naar school ging, de eerste schooldag. Want wat wilde Amalia het liefst toen ze de eerste dag naar school ging? Net als haar vriendinnetje, een prinsessentasje. Nou, vond ik zo lief. Ja, zo lief. Ja, dat is mooi. Zo zie je dat zelfs als je het bent, dat je toch nog een halve zool bent. Zo, ik denk dat dit het laatste duwtje was. En we kunnen mensen jou toch altijd serieus nemen? Dankjewel voor het kijken, de aflevering. Dames en heren, tot ziens. Dit was de laatste aflevering van Dit Was Het Nieuws. Maarten van Rossum gaat alleen verder. Ja. We gaan terug naar het spelletje, Maarten. Wat hoort er niet bij? Nou, ik heb al 3 keer Amalia genoemd. Bij deze 4 plaatjes? Al de komende 30 jaar zitten wij al in de rechtszaal waarschijnlijk. Hè? Want
die wordt zo goed afgedekt door de ouders en de RVD... dat wij zitten nu al op een proces of 6, denk Weet ik. Weet je wel zeker? En ik heb ook al een proces aan mijn broek... met dat jochie van het Eurovisie Kindersongfestival. Ja. Dus ik hou mijn mond maar even, hè? Je bedoelt de Gaylord? Ja, voordat de Gaylord weer op mij... Staat er eens voor je huis, gaat die gordijnen Ja, ik vind het wel terecht dat jij een proces in je broek krijgt. Het is heel flauw als je op tapdansen zit en je houdt van songfestivals dat je dan gay bent. Vindt ja, nee. Lord. Zet hem op, pak hem aan. Lord. Lord. Pak hem aan. Dat was toch een functie gewoon? Ik moet zeggen dat jullie mij helemaal kwijt zijn geraakt. Getal 6 was de sleutel tot het weer van de viertje. Prinses Amalia was jarig deze week. Oh, die werd 6. Ze is 6 jaar geworden. De prinses vierde thuis een feestje met haar ouders en 2 zusjes. Bij de Volkskrant en Trouw verdwijnt 1 op de 6 banen. Zowel bij de ondersteunende diensten als op de redacties verdwijnen die arbeidsplaatsen. En in Groningen komt een schandpaal met daarop de namen van de 6 meest notoire huisjesmelkers. De Wall of Shame is een initiatief van jongerenorganisatie Rood van de SP en de Groningse Studentenbond. Tiger Woods hoort er niet bij. Hij zou aan het begin van deze week nog 6 minnaressen hebben gehad, maar de teller tikte door inmiddels 13 plus. Amalia vierde haar verjaardag in huiselijke kring. Het feestje eindigde met een hard huilend prinsesje... omdat papa bij het koelkapper weer zo nodig alles in 1 keer op moest vreten. Ik hoor net dat de teller omlaag is gegaan. Door zijn harde swing heeft Tiger Woods zijn laatste minnares doodgeswaffeld. Dat is gewoon goed. De eindstand van vandaag. Een reisje door Nepal voor de winnaars. En een reisje door Nepal op een olifant die al 11 mensen heeft vermoord voor de verliezers. Het is 6-5. We hebben gewonnen. Ja. Ah, zie je. Dat is ook woordig, hè? Dat hebben we niet volgen, dus. Wij danken de gasten naast Raoul Maarten van Rossum. En naast Jean-Jaap, Cyrus Frisch. Zoals de ene vrouwelijke New Yorkse leerkracht zei tegen de andere... toen ze in een innige omhelzing en naakt uit een klaslokaal werden gehaald... gelukkig hebben we de foto's nog. De foto van het team van Jan-Jaap. Oh. Licht autistische Ron en Harry willen echt niet dat Sinterklaas weggaat. En de foto van het team van Raoul. In het hele land wordt druk gecollecteerd voor Raoul Heertje. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van Dit Was Het Nieuws van deze week... maar niet voordat we hebben gekeken naar... Hoge Veluwe klaagt over steeds grotere boomkevers. Jan Smit maakt reclame voor CNA in Oeroesgan. Keniaan schrijft zich in voor halve marathon. Trosvoorzitter oefent afscheidsspeech voor Dit Was Het Nieuws. Joodse omroep wacht met smart op Raoul Heertje voor doorstart. Dit was het nieuws. Dit was het nieuws. Goedenavond.